Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven. Tegenover mij zit Natasja Stouthart, notaris bij Stouthart Hilber. Welkom Natasja. Dankjewel. En bij ons is ook aangeschoven Richard. Welkom Richard. Hoi. Hallo. Natasja, we gaan het vandaag hebben over het levenstestament. Ja. Wat is precies een levenstestament? Een levenstestament is eigenlijk een volmacht die je geeft tijdens leven aan iemand, aan een vertrouwenspersoon. Maar je kunt daarin ook hele specifieke wensen opnemen over je eigen lijf, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld een euthanasieverzoek of een behandelverbod, die kun je daar ook in opnemen. Dus echt hele specifieke wensen en met name bedoeld voor het geval je het zelf niet meer kunt aangeven. Okay. Maar dat je dus nog wel leeft. Daarom heet het ook een levenstestament. Precies. Is dat dan misschien ook het verschil tussen een testament en een levenstestament? Ja, dat is exact het verschil. Oh, ja. En in zo'n levenstestament dan kan je dat dus in beschrijven. En hoe ver gaat dat? Tot in detail of grote lijnen? Je kunt het tot in detail beschrijven, want het is jouw eigen testament eigenlijk. Okay. En met name kun je daar dus in omschrijven wat je wil, wat er gebeurt als je zelf niet meer in staat bent om je belangen te behartigen. En dat kan zijn door lichamelijke oorzaken of door geestelijke oorzaken. Je kunt een ongeluk krijgen waardoor je volledig verlamd raakt en niet meer in staat bent om te tekenen. Of je kunt je spraak kwijtraken door afasie of blind raken. Nou ja, noem maar op. Ja. Je kunt in coma raken. Je kunt ook misschien wel vermist raken als jij in Irak gestationeerd wordt als door het leger. Ja. En je raakt vermist. Dan zou het wel heel fijn zijn dat het thuisfront nog steeds jouw zaken kan behartigen. Precies, want daar gaat het eigenlijk daar om. Daar gaat het met name om, ja. En wat wil ik nog meer zeggen? Het is vooral ook, we worden steeds ouder in Nederland. Dus dementie neemt helaas ook steeds meer toe. Ja. En dan is het wel heel belangrijk als je weet wat diegene nog had gewild. Ja. Dus, en dat kun je allemaal vastleggen in een levenstestament. Ja. En het kan gaan om hele simpele dingen. De verzorging van je kat, ik noem maar wat. Oh ja. Maar ook wat er met je huis moet gebeuren. Of je schenkingen, over schenkingen mogen worden gedaan aan kinderen bijvoorbeeld. Nou kan ik me voorstellen, want het gaat om een periode in je leven waar je misschien liever niet over nadenkt. Ja, klopt. Wat is dan echt de belangrijkste reden om mensen over de drempel te trekken om toch zo'n levenstestament op te stellen? Nou, heel vaak hebben ze in de familie een vorm meegemaakt van dementie bijvoorbeeld. Ja. Dus dan worden ze met de neus op de feiten gedrukt. Want als iemand dement raakt en de partner van die demente persoon, die wil bijvoorbeeld het huis verkopen. Ja. Dan gaat het niet zomaar. Dus dan kom je natuurlijk bij een notaris terecht. Ja. Voor de verkoop van een huis. En die zegt dan, ja, sorry, deze mevrouw is niet meer in staat om, of meneer, om zijn of haar wil te bepalen. Dus ik mag niet meewerken aan deze akte. Dus ik moet u toch eerst naar de rechter sturen om een bewind in te laten stellen over het vermogen van uw partner. Nou, daar gaat natuurlijk tijd overheen. Je moet vervolgens, als eenmaal het bewind is ingesteld, ja, dat kan heel vervelend zijn, want een bewind kan over de hele gemeenschap van goederen rusten. Op de hele gemeenschap van goederen. En dat betekent dat je zelf ook niet meer vrij bent om over jouw vermogen zomaar te beslissen. Okay. Want bij alle uitgaven boven, uit mijn hoofd, €1700 heb je al toestemming nodig van de kantonrechter. Ook. Wacht even hoor, even een paar stappen terug. Ja, ik ga een beetje snel, denk ik. Ik hoor dat het voor jou dagelijkse gang van zaken is, maar ik sta hier nu een beetje te klapperen. Dus wat jij zegt is, stel je hebt een partner die dement raakt en je denkt, ik heb van alles goed geregeld. Ik moet uit dit grote huis, want we moeten naar een klein verzorgingsomgeving waar ze beter voor mijn partner kunnen zorgen. En jij denkt, ik heb het goed geregeld, dan kom je bij de notaris en dan zegt de notaris, ja, maar dat gaat niet door. Want, nee, klopt. Want deze mevrouw of meneer is inmiddels niet meer wilsbekwaam. Precies. Dus, en daar sta je dan? Daar sta je dan. Ja, dan moeten wij. We kunnen op dat moment wel toestemming vragen aan de kantonrechter. Voor de verkoop van de woning. Maar goed, dan is er nog steeds het geld waarover beschikt moet worden. Dus die staat dan vervolgens ook bij ons op de derde rekening. Dus wij zullen ook daar weer aan de kantonrechter voor moeten vragen. Waar mag dat geld naartoe? En ja, dan is
meest gebruikelijke gewoon verzoek om een bewind onder bewindstelling. Want dan kun je goed voor je partner gaan zorgen en kun je gewoon als er zaken blijven behartigen. Het vervelende is alleen, je hebt wel heel vaak toestemming van die rechtbank nodig. En het nog vervelender is, als je in gemeenschap van goederen gehuurd bent, dat het bewind omvat eigenlijk de gemeenschap van goederen. Ik kan me voorstellen dat er hele volkstammen zijn die hier niet over nagedacht precies. hebben. Nee, ja. En dan komt het ook weer niet. Het is niet dat het 6 keer per week voorkomt, hè, dat iemand zijn huis verkoopt met iemand die niet meer daartoe in staat is. Maar misschien in de toekomst steeds vaker. Want mensen worden meer ziek, maar leven ook langer. Klopt. Want ik neem aan dat het bij overlijden weer een heel ander verhaal is. Ja, nou, soms blijft natuurlijk één partner leven en die blijft automatisch in die woning wonen. En dan is er vaak niks aan de hand. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat beide partners dementerend raken natuurlijk. Nee. Hè, maar ja, het heel vaak gebeurt het ook wel. Ja. En ja, dan is het zaak om op tijd dat geregeld te hebben. Ja. En daarvoor dient dan met name dat levenstestament. Want ja, bewind, het is een heel mooi instituut hoor. Want het dient ter bescherming van de onderbewindgestelde. Mm-hmm. Maar ja, en onderbewindgestelde, dat is dan de partner die bijvoorbeeld in ons voorbeeld dement is. Die wilsonbekwaam is. Dus dan sta je onder toezicht eigenlijk van de rechtbank. Je moet als bewindvoerder ieder jaar rekening en verantwoording aan de rechtbank afleggen. En dat is echt, je moet echt iedere cent verantwoorden. Dus je moet bankafschriften aantonen. Het is best een belasting, met name voor een partner van diegene. Maar gebeurt dat ook altijd? Want dit is ook wel voor het eerst dat ik hiervan hoor dat iemand met dementie staat automatisch. Nee, niet automatisch. Oh. Dat moet je aanvragen bij de rechtbank. Okay. Maar het speelt dus vaak als je bij een formele instantie komt als een notaris. Waar je de woning bij wilt overdragen. Ja. En dan zegt de notaris, ja, sorry, dat kan nu nog niet. We moeten echt eerst toestemming van de rechter krijgen. En ik raad toch aan om een bewind dan aan te vragen. Ja. Ja. Dus dat zal eerst moeten gebeuren. En zo'n levenstestament, dat voorkomt eigenlijk dat je dat soort zaken op die manier moet regelen. Ja, klopt. Ja. En bijkomstigheid is ook dat stel je bent nog alleen over en je bent dementerend. Je wil naar een verzorgingshuis. Nou, dan moet de woning verkocht worden. Dan komt er ineens heel veel geld op de bankrekening te staan. Dat kan betekenen dat er ook meer gevraagd wordt uit eigen vermogen voor een bijdrage aan de verzorging. Want die verzorging moet betaald worden. Met het levenstestament kun je ervoor zorgen dat je tijdig al het vermogen wat kunt verkleinen door in het levenstestament te omschrijven dat je alvast schenkingen mag doen aan de kinderen bijvoorbeeld. Okay. Dus de gevolmachtigde kan dan zorgen dat het vermogen kleiner wordt na verkoop van de woning. Kijk, die woning die telt nog niet zo snel mee bij dat spaarvermogen. Die gaat pas meetellen bij het spaarvermogen als die is verkocht. Ja. Als er dus ook echt het geld van de woning daar precies. is. Ja. Ja. En nogmaals, ik wil helemaal niet promoten om geld van de overheid te ontnemen, want die zorg moet ook betaald worden. Maar de mogelijkheid is er wel. Ja. Door het op tijd te regelen middels een levenstestament. Ja. Ja. Nu hebben we gelukkig notarissen, hè? Zeg ik dan maar. Ja. Maar dit zijn toch dingen die bijna inderdaad gewoon niet meer te bevatten zijn richting de dagelijkse gang van zaken waar je mee te maken hebt, zeg maar. Wanneer is dit echt gaan spelen? Ik snap de gedachte, het gaat om bescherming en dat snap ik allemaal. Maar ik kan me niet voorstellen, en dan roep ik maar even wat, dat ze dat in de middeleeuwen ook al zo deden. Dat was even makkelijker, denk ik. Dus wanneer is dit naar boven gekomen allemaal? Nou, er werden in het verleden ook al notariële volmachten gemaakt. Hè, door ouders die ze dan bijvoorbeeld aan hun kind een volmacht gaven. Alleen vaak werd het dan aan één kind gegeven, die volmacht. En een ander kind die dacht op een gegeven moment, oh, wacht even. Mijn broer of zus die is lekker aan het spelen met het vermogen van mijn ouders. Hier ben ik het helemaal niet mee eens. En die ging naar de rechter. En zo zijn er verschillende rechtszaken geweest. En daar zijn arresten uit voortgevloeid. En daarin is gezegd van de meneer of mevrouw die de volmacht heeft gemaakt, die heeft daar niet in beschreven dat hij ook nog bleef gelden als diegene wils onbekwaam raakte. Want als je een volmacht geeft aan iemand, dan moet die gevolmachtigde wel aan jouw rekening en verantwoording afleggen.
Nou, en dat kun je niet meer afnemen als je wils onbekwaam bent geraakt. Dus nee. Die rechter heeft gezegd, die volmachten die zijn niet meer geldig. En toen heeft het notariaat bedacht, oh, maar dan gaan wij een volmacht maken, waarin staat dat dat helemaal niet nodig is. Dus dat hij zijn rechtsgeldigheid blijft behouden, ook bij verlies van wilsbekwaamheid. En dan kun je ook nog evengoed wel daar waarborgen inzetten, dat er bijvoorbeeld een toezichthouder wordt aangesteld over de gevolmachtigde. Of dat de gevolmachtigde de rekening en verantwoording moet afleggen aan alle kinderen. Hè, maar dan bepaal je het zelf. Ja. Dan wordt het niet door de rechter opgelegd, zeg maar, dat die volmacht niet meer geldig is. En dus staan er dan ook een aantal basisgegevens in die in ieder geval in dat levenstestament moeten staan? Ja, de notaris die werkt natuurlijk met een aantal basisgegevens. Ja. En die zal ook bij een gesprek natuurlijk vragen om specifieke wensen. Maar de algemeenheid, daar zijn natuurlijk allerlei formats al voor bedacht door een notaris. Precies. Ja. Ja. En is dat dan ook iets wat je zelf mag schrijven en wat vervolgens als notariële akte wordt opgezet? Of is het echt al van tevoren door de notaris zelf opgesteld? Kijk, de gang van zaken is meestal zo dat je bij een notaris op gesprek komt. Die gaat allerlei vragen stellen en naar wensen vragen. En die schrijft dat allemaal op. En aan de hand daarvan maakt de notaris een concept op van de akte. Ja. En dat concept krijg je thuis gestuurd. En dat kun je doorlezen en ben je het er wel mee eens. Dan kom je om te tekenen. Ja. En wil je nog wat veranderd hebben, dan geef je dat eerst door aan de notaris. Ja. Mag je tussentijds er dan ook weer veranderen? Ja, altijd, zolang je maar wilsbekwaam bent. Oh ja, ja. Want als je eenmaal wilsonbekwaam bent, en daar moet dan moet je als notaris ook op bedacht zijn. Ja. Dan mag je geen akte meer passeren. Nee, want ik neem aan dat je dat op de een of andere manier moet aan kunnen tonen dat je wilsbekwaam bent. Of wilsonbekwaam. Nou, het is in principe aan de notaris om te kijken, is iemand nog wilsbekwaam? Dus daar hebben wij een protocol voor die wij moeten volgen. Ja. En als we dan nog twijfel hebben, dan kunnen we vragen naar een artsenverklaring, een onafhankelijke arts. Ja. En dat wij regelen dat via de VIA-arts, de Vereniging Indicerende Artsen. En ik zeg altijd, via de notaris wordt de arts geregeld. Ja. En die zal ook weer aan de hand van een onderzoek moeten vaststellen of iemand nog in staat is om zo'n specifiek levenstestament bijvoorbeeld te maken. Ja. Wij moeten ook aangeven aan de arts waar het onderzoek specifiek voor nodig is. En dan weet die arts ook ja, die kan dan gericht onderzoeken van is deze persoon nog in staat om over dat specifieke onderdeel te beslissen. Ja. Vanaf wat voor bedrag moet ik rekening mee houden als ik een levenstestament dat verschilt per notaris. Ja, dat snap ik. Dat zal ik maar ongeveer. Bij ons op kantoor is er voor één persoon is dat ongeveer €360... inclusief alle leesjes en centraal levenstestamentenregister. Ja. De inschrijving daarin. En dan kan ik me voorstellen dat als je hem echt helemaal zelf opstelt en jullie moeten er doorheen, dat het wat duurder wordt. Maar als je gebruik maakt van wat jullie al hebben en je vult daar je eigen wensen in, dan zit principe, je rond die 360. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar dat nogmaals, het verschilt per notaris. Er zijn ook notarissen die hele andere tarieven hanteren. Ja. Hebben ook hele andere klanten misschien. Ja, wel, hè? Dus, ja. Maar dan heb je dus je levenstestament. Moet je dan nog een gewoon testament afsluiten? Of kun je dat allemaal kwijt in je levenstestament? Nee, voor een testament moet je echt een aparte akte weer laten opstellen. Ja. Ja, dat kan niet in een levenstestament. Want het levenstestament is echt voor tijdens leven. En een testament gaat pas in haar overlijden. Ja. Dus het mag niet gecombineerd worden. Nee, dus dat komt er dan eigenlijk nog bij als je daar toch al over na aan denken bent. Ja. Hoewel het wel mogelijk is om in het levenstestament te zetten dat hij nog zijn werking behoudt tot bijvoorbeeld 6 maanden na het overlijden. Zodat iemand gewoon nog over de bankrekening kan beschikken, bijvoorbeeld. Ja, niet dat het van de een op de andere dag dan nergens meer bij kan. Ja, ja. En op welke leeftijd gaan mensen gemiddeld daaraan denken? Nou, je kaart het wel aan als notaris bij ieder gesprek eigenlijk. Zelfs bij jonge mensen. Want ook iemand kan wel een ongeluk krijgen op een hele jonge leeftijd. Ja. Hè? Of wat ik zei, iemand die als marinier werkzaam is bij Defensie. En kan wel vermist raken. Dus je kaart het wel aan. Dus ik werk zelf in Den Helder. Daar zit natuurlijk de marine. Ja. Dus daar maken veel jonge mensen al een levenstestament. Vooral als ze op missie gaan. Ja. Maar over het algemeen zie je toch wel mensen van vanaf 50 jaar die daar echt wel bewust over nadenken. Ja.
Ja, maar met name als je het ook als notaris wel aankaart. Ja, ze komen vaak bij je voor een testament bespreken bijvoorbeeld. Ja, of en dan kaart je het aan. Een huis overdracht, ja, ook, bijvoorbeeld. Ja, kaart je het ook aan. Ja, ja, klopt. Ja, dus. Heb je wel eens hele bijzondere verzoeken? We zullen het niet doorvertellen. Ja, wel eens, ja. Ja, dus, kan je een voorbeeld noemen van een heel bijzonder verzoek? Of is dat lastig? Nou, dan denk ik met name weer aan een huisdier. Wens voor een huisdier. Oké. Ja, daar kunnen nog wel eens bijzondere verzoeken voor komen. Maar dat komt wel vaker dan eens voor, denk ik. Ja, dat komt wel vaker voor, klopt. Ja. Nou heb ik ook wel eens gehoord dat mensen bijvoorbeeld al van tevoren nadenken over waar ze wel of niet verpleegd willen worden. Is dat ook wat mensen in hun levenstestament opnemen? Ja, dat kunnen ze daarin ook opnemen. Want dat wilde ik ook nog vertellen. Dat het dient niet alleen om een notariële algehele volmacht te geven aan iemand. Het dient ook vaak om op medisch gronden een volmacht aan iemand te geven. Dus je kunt iemand ook alleen als medisch gevolmachtigde aanwijzen. En die kan dan helpen te beslissen over opname in een verpleeghuis of naar welk verpleeghuis. Die kan zorgen voor het instellen van inschakelen van een fysiotherapeut bijvoorbeeld. Maar ook het opvragen van een persoonsgebonden budget bij de overheid. Dus daar kan diegene ook echt een volmacht voor krijgen. Ja. Zoals in het kader van langdurige zorg moeten soms een persoonsgebonden budget worden aangevraagd. En dan is zo'n levenstestament wel echt heel praktisch. Ja. Ja. Ja, en los van dat stukje volmacht kun je dus ook bijvoorbeeld een euthanasieverzoek opnemen in je levenstestament. Of een behandelverbod. Of iemand aanwijzen die als zo'n vraag wordt gesteld, moeten we nog reanimeren, die vraag mag beantwoorden. Ja, maar en als je dat dan in je levenstestament hebt. Toevallig hebben we ook een aflevering gemaakt over het vrijwillig levenseinde. Hè? Dan teken je een wilsbekwaam formulier. Ja, wilsverklaring. Wilsverklaring. En die is dan bij je huisarts. Maar neem aan dat zo'n levenstestament komt niet bij je huisarts terecht. Ja, nou, wij geven altijd een uittreksel mee van het levenstestament. Voor de huisarts of de behandelend arts. En wij zeggen ook, laat het toevoegen aan je medisch dossier. Ja. Ik kan alleen geen enkele garantie bieden dat bijvoorbeeld een ziekenhuis gevolg geeft aan zo'n euthanasieverzoek. Nee. Omdat diegene op dat moment niet meer wilsbekwaam is. Want dat gedeelte is echt geschreven voor als je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten. Ja. Ja, dus veel ziekenhuizen vragen van tevoren natuurlijk al om een niet-reanimatieverklaring. Mm-hmm. Maar ja, als dat nooit is gebeurd en je komt bij een arts terecht in het ziekenhuis, dan zullen ze waarschijnlijk niks doen met het euthanasieverzoek. Nee, precies. Dus daarvoor moet je dan nog weer wat andere stappen ondernemen. Nee, vaak is het gewoon heel lastig. Want ja, of je moet het echt bij je huisarts goed hebben vastgelegd. En dan kan het ziekenhuis zeggen van neem de patiënt mee naar huis en schakel je huisarts in. Ja. Wie weet dat die nog wat kan doen. Ja. Want ze mogen het gewoon niet in het ziekenhuis. Waar ze wel gevolg aan geven is het behandelverbod. Want dat heeft een cliënt van mij meegemaakt voor haar vader. Okay. Die had ook een dergelijk levenstestament. En ze wilde weer allerlei medicijnen gaan voorschrijven. En toen zei de dochter van diegene, dat is genoeg, dat moet echt niet meer. Want dat wil hij niet meer. Hij heeft een levenstestament gemaakt. En toen lazen ze dat en toen zijn ze wel acuut gestopt met de behandeling. Okay. Dus toen zijn ze echt overgegaan tot palliatieve bestrijding van ongemakken. Ja. Niet zover dat ze over zijn gaan tot die euthanasie, maar wel eigenlijk ook een soort van. Ja, dus draagbaar ook, maken. Ja, precies. Het einde. Ja. Dus ook daarvoor is dus een levenstestament belangrijk. Dat je op zo'n moment ook richting de zorg kan laten zien van nou, tot hier en niet verder. Ja, en dat kun je natuurlijk ook zelf regelen bij je huisarts of via de vereniging. Maar dat zul je wel regelmatig moeten herhalen. Maar dat hoeft niet bij het levenstestament, omdat het al notarieel vast is gelegd. Ja. En je aanvaardt uitdrukkelijk het risico dat je misschien in de loop der tijd toch anders gaat denken. Ja. Maar dat risico aanvaard je. Dus dat geeft een arts al meer rechtskracht, dat hij weet dat hij toch van dat levenstestament mag uitgaan. Ja. Als je zo'n levenstestament opstelt, onder andere. Hè, want je kunt, volgens mij kun je bijna alles bij de notaris regelen. Als je het vastlegt en het passeert bij jullie, dan zit er in ieder geval een bepaalde waarde aan en rechtsgeldigheid. Dat zeker. Authentieke rechtskracht. Gewicht en dat soort dingen. Ja. Het lijkt me namelijk best lastig als je op een gegeven moment dat soort dingen wil gaan bepalen. Niet op het moment dat je zegt van, goh,
als mij niet meer lukt, dan wil ik graag dat mijn broer of mijn zus of. Maar je kunt natuurlijk ook mensen uitsluiten. Omdat je bang bent juist Klopt. Dat iemand ergens beschikking over krijgt wat je niet wilt. Dat lijken me lastige zaken dan. Nou ja, de notaris schrijft natuurlijk de wens op van degene die tegenover hem zit. Of haar zit. Maar je kunt inderdaad... Kijk, bij bewind zal een rechter... Je moet, als je een bewindformulier krijgt om in te vullen... Hè, als je een verzoek doet bij de rechtbank... om iemand tot bewindvoerder te benoemen... Dan moet je eigenlijk ook verklaringen bijvoegen van directe familieleden. Over die bewindvoerder? Ja, dus als die het niet eens is met de bewindvoerder die wordt voorgesteld... dan houdt de rechter daar rekening mee. En dat is niet met het levenstestament, want in principe komt dat helemaal niet bij de rechter. Want dat is al gewoon een volmacht die zijn werking heeft. Ja. Maar hebben jullie dan ook wel eens meegemaakt dat er bijvoorbeeld personen werden uitgesloten? Ja. En op het moment dat het ging spelen... Dat diegene dan toch... Nee, want nou ja, die kan dan proberen via de rechter... dat levenstestament ongeldig te laten verklaren. En in enkel geval gebeurt dat ook. Maar dan moet diegene die gevolmachtigde is... wel al misbruik hebben gemaakt van zijn volmacht. Ja, precies. Ja. Dus als hij gewoon netjes zijn werk heeft gedaan... en dat kan aantonen... dan zal de rechter niet zo snel dat levenstestament opzij zetten. Want dat was echt de wil van de levenstestateur of testatrice. Ja, ja. En is het ook wel eens voorgekomen dat iemand in een stadium van wilsonbekwaamheid raakte en zijn hele levenstestament wilde herzien of toch wat doen? Daar lees je ook arresten over. Dat toch iemand bleek niet wilsbekwaam te zijn tijdens het maken van een levenstestament. Oh ja, ook zo of nog. Of testament. Ja. Maar goed, dat moet wel dan aan te tonen zijn. Ja. En hoe gaan jullie daar dan mee om? Nou ja, dat zie je pas dan als het voor een rechter zou komen. En dan zal er misschien gevraagd worden om de getuigenis van de notaris. Ja. In principe kunnen wij ons natuurlijk op onze geheimhoudingsplicht beroepen. Ja. Maar ja, soms dan krijg jij dan een klacht van die van degene die het levenstestament aanvraagt. En dan moet je natuurlijk wel aantonen dat je wel hebt onderzocht of diegene nog wilsbekwaam was. Ja. Dus want jullie hebben processen daar, of althans jullie hebben procedures daarvoor om te bepalen of mensen... Protocol wilsbekwaamheid. Ja, wat zijn voor jullie nou indicatoren van... Nou, je gaat er gewoon heel veel vragen stellen. En als je vraagt van wat voor dag is het vandaag? Dat hoeft niet iedereen te weten. Het is gewoon een mooie dag. Maar maar als je bijvoorbeeld vraagt, wil jij een klok tekenen? Daar hebben vaak mensen moeite mee die dementerend zijn. Die stoppen dan. Of als je vraagt, wilt u even uw naam opschrijven en uw geboortedatum, geboorteplaats? Hebben ze vaak ook moeite mee. Ja. En dan gaan er bij jullie alarmbellen af van, Ik ben wel eens gebeld door een klant. Ja, je moet even naar mijn vader, die wil een levenstestament maken. En ik kwam binnen en ik zag iemand heel erg... hangend in een rolstoel en die keek me echt zo aan. Van wie is dat in godsnaam? Nou ja, dan weet je al, dan hoef je niet eens meer een gesprek te beginnen eigenlijk. Nee. Wat zeg je dan tegen zo iemand die je de opdracht gegeven heeft? Sorry, het gaat echt niet. U moet echt, ik zou u aanraden om toch een bewind in te laten stellen over het vermogen van uw vader. Ja. 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 Ja, dat lijkt me ook best lastig. Als je daar dan in huis bent en dan tref je zoiets aan. Ja, nou, een indicator is juist als iemand niet meer thuis woont. Dus dan word je naar een verpleeghuis gestuurd. Ja. Zit iemand op een gesloten afdeling? Nou, dan moet je toch al een beetje... Ja. Ik krijg nu meteen beelden van dwangbuizen. Ja. En van die kussens tegen de muren en zo. En van ik kom hier voor uw levens. Ja. Maar ik heb ook één keer gehad. Er was een mevrouw die heel oud was. En die zat wel op de gesloten afdeling. Maar die was er ooit binnengekomen met een delier en een hersenbloeding. Alleen die was in de loop der tijd daar helemaal van hersteld. Alleen ze was zo oud dat ze zat zo... prettig daar. Ja. Ze wilde niet meer weg. Ja. Dus toen kwam ik daar en ik had al een code gekregen van om binnen te komen. En bij weggaan, toen liep ze helemaal met me mee. En zij deed keurig met haar code die deur voor mij open. Ja. Nou, beetje, dan weet je wel genoeg. Ja. Een beetje surrealistische ervaringen. Ja. Dat, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja.
Ja, dus een locatie zegt dan ook niet alles. Nee, nee. Dus je mag niet meteen van uitgaan dat het niet goed is. Nee. Want er zijn ook, ja, we weten allemaal, er zijn echt te weinig plekken in verpleeghuizen. Ja. Dus soms komt iemand alleen daardoor al op een gesloten afdeling terecht, omdat ze daar dan toevallig net plek hadden. Ja, en ja, niet in het revalidatie, op de revalidatieafdeling. Ik krijg hier ook alleen de code in het weekend, hoor. Dus, dat is, ja. Maar als ik zo hoor, dan moet eigenlijk iedereen wel in ieder geval eens een keer nadenken over een levenstestament. En het liefst gewoon alles zo goed mogelijk vastleggen. Ook dat is heel persoonlijk, want iemand kan ook misschien wel helemaal geen vertrouwenspersonen hebben. En denken van nou, het is voor mij beter als mijn vermogen straks onder bewind wordt gesteld. Oké, dat kan natuurlijk ook nog. Ja, interessant. Ja. Helaas kunnen we daar niet verder op doorgaan, nee. Natasja. Want we zijn alweer aan het einde gekomen. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Graag gedaan. Wil je nou weer meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.